En dan morgen, Kees, speelt Nederland tegen Amerika. Daar heb je ze dan toch? Ja, daar zijn ze. Er is wel paniek, want er is griep. Ja. In de selectie. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de airco. Nu zit ik meteen naar jou. Is dat niet gewoon alleen verkouden? Ja, is ook zo. Griepsverschijnselen. Ja, maar het is een gerucht wat in Qatar gaat. Laatst hoorde ik een programma op de radio waarbij ze met deskundigen gingen praten. Kan dat door een airco? De conclusie was eigenlijk onzin. Kijk, oké. Dus er heerst wat in de groep. Dus misschien nog erger. Nee, maar ook niet is het niet van dat je van warm naar koud gaat. Ja, ja, dat was volgens mij waar ze het over hadden. Maar ja, uiteindelijk moet je een virus opdoen voordat je griep krijgt, toch? En dat komt niet uit een airco-systeem. Maar ik vraag me ook af of ze nu dan ook kleine groepjes... Kunnen we niet morgen Ab Oost trouwens even... Hier aan tafel. Hier. Hebben we rode wijn? Nee, ja. Kaap praat volgens mij het enige wat hij nog nooit gedaan heeft. Want mocht Frenkie de jongen niet zijn, morgen mocht hij niet spelen. Ik denk wel dat het hoog op zijn lijstje staat. Ja. We kunnen Ab even uitnodigen. Ik sta hem op plek af. Ja, Ab over de keelpijn. Nee, dit wordt toch superleuk. Het wordt interessant. Ik denk dat het helemaal niet slecht hoeft te zijn voor Nederland dat ze een land gaan treffen die ook wat meer naar voren willen. Die misschien wel Nederland onder druk gaan zetten. Ik denk dat Frenkie de Jong daardoor ook bijvoorbeeld wat beter in zijn spel komt. Die is toch uiteindelijk op zijn allerbeste als hij op eigen helft onder druk wordt gezet. Ja, dan kan hij die rustjes maken en mensen uitspelen daar. En misschien dat er ook wat meer ruimte komt. Bij Amerika is natuurlijk de vraag hoe lang ze het gaan volhouden. Want dat hebben ze twee keer, met name in de eerste helft, heel erg goed gedaan. Echt indrukwekkend. Maar ze zakten daarna ook wel twee keer ver weg. Ze lopen nog wel veel. Je moet in ieder geval zorgen dat je in de wedstrijd bent. En nog iets, je had het over die Turner. Die is inderdaad naar Arsenal gegaan. Maar die blijkt wel zwak op hoge ballen en voorzetten van de zijkant. Als onze backs nou eens een keer die voorzetten gaan geven. En we kiezen in de spits eindelijk voor Luc de Jong. Ik zie het niet gebeuren, want anders had hij hem wel meer laten invallen. Maar dat zou eigenlijk een geweldige formule zijn tegen deze tegenstander. Hmm. Ja. Al is het maar voor dat laatste half uur als ze toch met de tong op de schoenen lopen. Want... we willen toch ook straks Nederland-Argentinië. Ja. Dat is toch wel echt waar we het net zeggen van jongens, dat zou toch wel een mooie kwartfinale zijn. Dat zou geweldig zijn. Moet eerst Argentinië nog maar afrekenen met Australië? Zeker. Ja. Dat gaat wel lukken. Ja? Ja, dat gaat wel lukken. Heel goed, dat is eigenlijk het land die natuurlijk in de eerste ronde een opdonder kregen. Maar die hebben eigenlijk die tweede en die derde wedstrijd... moesten ze aanstaan, was het gelijk al alles of niets. En als je het dan vergelijkt met die andere toplanden... die eigenlijk nu een zeper hebben minder gehad... worden, is Argentinië eigenlijk al vanaf... Die andersom hebben die hebben hem andersom. We gaan voorspellen, mannen. We beginnen met Nederland-Amerika. Morgen, 4 uur. 3-0. 3-0. Zo! Ja, Chris? 1-1. 1-1. Kees? 2-0. 2-0. En dan Argentinië-Australië. 4-1. Oeh. Hoop doelpunten. Toch nog eentje tegen. Chris? 3-0. 3-0, Kees? 2-0. Oké, we gaan het zien. Heel veel plezier met de wedstrijden. En om 10 uur zijn wij er weer met WK Praat. Dag!